Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag hebben we weer een hele leuke vlog voor jullie, want ik ben vandaag samen met mijn vader op pad. En dat heeft een hele speciale reden, want we gaan vandaag iets maken. Nou, jullie weten het, ik maak best wel veel shit de laatste tijd. Alleen ik had thuis niet echt een goede, geschikte plek om echt dingen te maken. Dus ik zei tegen mijn vader van, yo, jij bent een handige gast, kun je niet even wat fixen? Nou, zoals jullie hier kunnen zien, daar is hij al druk bezig met het uitzoeken van hout. Want we gaan namelijk een soort van werkbank, een soort werkbank, tafel, iets maken waar we gewoon veel shit op kunnen maken. Met een, ik kom eigenlijk niet uit mijn woorden, dus ik zou zeggen, gewoon kijk er maar gewoon naar en zien jullie gewoon. Wat is dat? Wat is dat, hè? Wat lief. Wie lief. Oké, jongens, deze balken gaan het worden. Zoals jullie kunnen zien, deze zijn echt super dik. Het is mooi stevig en het idee is dus zeg maar om een soort van tafel te maken van deze drie. Of deze vijf eigenlijk. En eerst gaan we even kijken hoe mijn vader alles gaat inladen. Toch nog even wat extra planken bijgelegd. Zoals jullie hier kunnen zien, dit zijn gewoon stijgplanken. We hebben er nog even 5 van bij gedaan. We hebben 12 van deze balken. En is het nu tijd om naar huis te gaan en om aan de slag te gaan. En dan kun je gelijk zien wat we gaan bouwen, dames en heren. Oké, we zijn momenteel even aangekomen bij mijn ouders huis. We moeten even wat gereedschap ophalen. Want ja, zonder gereedschap kunnen we het niet in elkaar zetten. En aangezien ik geen gereedschap heb, zijn we dus hier aangekomen. En als het goed is, moet ik een groene zaag hebben. En dan denk ik dat dat deze is. Hier zit groen, zaag, cirkelzaag. De dikke balken, dus ik denk dat we deze gaan meenemen. Deze. Voor de schuren. Misschien beter deze meenemen. Ja. Voor de rest niks, dus dan nemen we deze mee. Nemen we die mee. En dan een boormachine moeten we even ophalen. En dan hebben we alles. Vertel eens even, wat gaan we doen? Zo min mogelijk. Nou, even een werkbankje maken, hè? Ja, een werkbank. We hebben hier dus de balken die we dus net hebben gehaald, hebben we hier even uitgelegd, zodat we even kunnen... Dat wordt het blad. Ja, precies. Dus nu kunnen we eigenlijk vast een klein beetje zien van... Hoe groot wordt het blad? Ja, hoe groot wordt die? Nou, we denken zelf dat we dit moeten doen. Dit is zo de 3 meter. 3 meter bij 85. Ja. Centimeter. Dus nu gaan we de poten zagen, geloof ik, hè? Poten gaan we zagen, dan gaan we eerst de verbreven in elkaar zetten. Dan knutselen we het blad erop. Nou, zeg, let's go dan. Eitje. Oké, zoals jullie kunnen zien, we hebben de poten afgezaagd inmiddels en we hebben ze vast neergezet, zodat we een klein beetje kunnen gaan zien van, ja, hoe willen we de tafel precies gaan maken. Wat we nu dus willen gaan doen is de poten zeg maar niet helemaal hier tegenaan zetten, maar een klein beetje aan de binnenkant. En dan gaan we hier zometeen nog een balk tussen doen. En hier doen we dan nog een balk daar tussen, hier doen we een balk tussen en hier doen we tussen. Doen we hier aan de onderkant, doen we ook nog balken zeg maar op het blad. En dat is denk ik het eerste idee wat we nu gaan doen. Yeah.
Wat denk je dan? Is je sterk? Sterk werk. Pak ik hem in. Even zeg hoe lang die is. Exact. Hier, hè? Nee, binnenkant. Hier. Ja. 85. 85? Ja. Hoe was het? Mijn vinger. Oh. Ah, wacht. 2 meter 6 trouwens. Dat bedoel ik. 2 meter 6? Ja. Exact. Exact. 2 meter 6. Oké, mensen, zoals jullie net zagen, de werkbank is gewoon klaar en ik vind hem echt super, 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 super dik. Hij is super stevig, zoals jullie kunnen zien. Het is gewoon, er gebeurt gewoon bijna niks en hier kunnen we echt gewoon fucking dikke shit gaan doen. Ik zou zeggen, hou zo wat in de gaten, want ik ga hier gewoon veel video's voor jullie maken. Maar voordat deze video tot het einde komt, wil ik zeggen, pa, hartstikke bedankt voor het maken, het meehelpen en het supporten. Ben een topper en ik zou zeggen, shout out naar mijn vader en tot morgen, mensen. Later!